Van harte welkom op de podcast. vol informatie en tips over spreekangst. Spreken in het openbaar, angsten in het algemeen en burn-out. Ik ben Pieter Vrijters. Van harte welkom bij deze podcast. Die gaat over zin en onzin van visualiseren. En ik word erbij gestaan door Robin. En Robin stelt namens jullie de vragen. Ik zei Robin, zin en onzin van visualiseren. Wat denk je dan? Bij visualiseren, ja, iets voor je zien, dus uh, denk hoor. Ja, als je, als ik een beetje op goed heb opgelet uh, over het visualiseren van het verhaal wat je wil vertellen, neem ik aan. Uh, ja en nee. En, en, ja nee. en nee. Ja en nee. Ja en nee. Ja. Ik heb nogal veel moeite met het woordje visualiseren. Omdat visu visualiseren, het woordje visualiseren, dat, dat wil zeggen dat je verstand je visualisatie gaat aanzetten. Mm -hmm. En dat, is, dat, dat, dat kan heel zinvol zijn. En het is zinvol als je bijvoorbeeld Max Verstappen bent en je visualiseert dat circuit waar je op gaat rijden. Waardoor je iedere bocht van buiten kent en, 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 en precies je lijnen weet enzovoorts. Want hoe beter dat je dat zo van buiten kent. In gedachten voel je ziet en in gedachten ja, stuurt en versnelt en remt en, 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 en je lijnen goed rijdt. Daar is het een geweldig instrument voor. Ja, datzelfde instrument gebruiken ook skiers. Een skier die uh, controleert eerst de afdaling. Of de slalom, of wat het ook is. En je kunt je voorstellen dat iedere afdaling in ieder gebied ook weer anders is. De sneeuwcondities zijn anders. Um, in de sneeuw zijn er bulten, er zijn, er zijn sneeuwhopen, er zijn hele gladde stukken, iets minder gladde stukken, enzovoorts. En Ja, zo'n skier, hoe beter dat hij die afdaling kent, hoe beter dat hij... <tie> Hoe beter dat hij iedere bocht kent en weet hoe dat hij die moet nemen, hoe beter dat hij zich dat ook kan voorstellen, dus kan visualiseren. Die moet gaan visualiseren en beleven dat hij die afdaling doet. En iedere bocht en iedere sprong beleven in gedachten. En wanneer hij dat beleeft op het juiste moment, dan kan hij dat straks op de allerbeste manier uitvoeren. Mm -hmm. Dus in die zin heeft visualiseren zeker heel veel zin. Visualiseren heeft uh, zin bij alles wat je, wat je, wat je wilt leren. Een ander, ja. ander voorbeeld. Mm. Ik ben iemand die um, in tien lessen zijn rijbewijs gehaald heeft. Mm. Mm -hmm. Maar er zijn anderen. Als ik kijk naar een ex-ex, die is geloof ik uh, tien keer op examen geweest. Dus tien keer examen gedaan voor de rij. En dan nog met de hakken over de sloot. En dan is het nog. Uh, Net een blinder die auto rijdt. Hoe vandaag ja, ja. dat weet ik niet meer, maar dat was toen zo. Dus, wat <clears throat> heeft dat nou mee te maken? Wat ik deed, dat is in gedachten continu visualiseren. Dus ik had een lesje gehad en dan ging dat allemaal van mm -hmm. overdoen. Oh, dan moet ik schakelen, dan moet ik in de spiegel kijken en dan moet ik weer remmen. En dan ga ik rechtsaf en dan kijk ik eerst naar rechts. Komt er een fietser aan en dan gaat de richtingaanwijzer aan. Weet je, mm -hmm. dan heeft visueel, visualiseren zin. En iedereen die op die manier visualiseert, die gaat sneller leren auto rijden. En die gaat veel sneller zijn rijbewijs halen. En dat is ook als je niet achter het stuur zit, neem ik aan. Dat is ook van. Je dat visualiseert is, uh, om iets te leren, zeg ik, als een leerproces. Ja, je hebt dus iets geleerd. Je hebt hmm. dus een eerste les gehad. En je gaat die continu herhalen in gedachten. Ja. Dus dan was ik daar. Dan moet, oh ja, dan moet ik uh, naar rechts. Dan moet ik eventjes naar rechts kijken. Richtingaanwijzer uit. Um, terugschakelen, um, ja. stuur draaien. De handelingen uh, affin, in je hoofd. En, en ja. dat allemaal in je hoofd. En dat zijn de mensen die heel snel hun rijbewijs halen bijvoorbeeld. Dan ja. is, dat is een enorm voordeel. En zo is dat ook met andere dingen die je doet. Um, ik ben ervan overtuigd dat ballet waar jij vandaan komt, mm -hmm. ja, dat je goed bent wanneer je daar hetzelfde doet. Ja, het is vooral, het is moeilijk om, omdat als je visueel leren zegt, betekent ja. niet precies dat je het altijd voor je, dat, dat jij het fysiek met je ogen moet zien. Het visueel leren doe je ook door het herhalen en, in je hoofd. En, en, Als je, je hoofd herhalen, staat. ja. Dat bedoel ja. ik, ja. Dus je staat onder de douche en je bent al bepaalde bewegen aan het herhalen die je straks op het toneel moet gaan ja. uitvoeren bijvoorbeeld. En je dan, ziet het voor je zonder exact, het voor je te zien. Ja. Zonder het voor je te zien. En dat is dan visualiseren op een manier visualiseren die heel zinvol is. Wat je ook nog zou kunnen doen... maar daar kom je al een beetje in de gevarenzone... Mm -hmm. dat is wanneer je bijvoorbeeld een... Um, je weet dat je duizend mensen moet gaan toespreken... en dat je dat gaat visualiseren. Dan ligt het er maar net ja, aan... Ja, ja. hoe dat je dat visualiseert. Als je het gaat visualiseren omdat je bang bent dat het fout gaat... dan is mijn advies, doe het alsjeblieft niet. Ja. Als je dat... Ge als je gaat visualiseren wat het einde. een top eindresultaat gaat visualiseren. Omdat je ervan overtuigd bent dat je het in je hebt. En dat er eens even voor je ziet. En voor je ziet hoe je publiek op jou reageert. Hoe de zaal eruit ziet. Hoe mensen binnen. Hoe stil dat ze, dat ze zijn. Hoe de verlichting werkt. Enzovoort. Ja, zul je het maar, gaat aanpakken een beetje. Ja, van, uh, ja. Dan is dat wel zinvol. Mm -hmm. Maar visualiseren is onzin. Op het moment wanneer je een probleem hebt. En je probeert dan te gaan visualiseren. Je hebt echt een probleem en je mm -hmm. probeert te visualiseren. Ik ga maar eens even visualiseren dat het goed is. Ja. Ik ga maar eens even visualiseren dat het goed gaat. En dat werkt niet. Ja. Omdat je brein, dat deel, dat visuele deel. Als je namelijk een probleem hebt, dan maakt dat visuele deel van jou een foutje. Dat betekent dat je mm -hmm. bepaalde situaties in je verbeeldingskracht ja. anders ziet dan dat ze in feite zijn. Is het ook uh, zeg maar een doemscenario voor je zien? Wat als ik uitglij, ja, wat precies, als ik... Ja. Maar zonder dat je dat bewust voor je ziet, zonder dat je daar heel bewust van bent. Maar wanneer je ja. een probleem hebt, je hebt bijvoorbeeld een bepaalde angst, maar ook wanneer je burn-out bent, ook wanneer je stotter, stottert, mm -hmm. dan... Betekent dat dat wanneer je denkt aan een situatie waar je tegenop ziet, dat er automatisch in je visuele beleving een foutje gemaakt wordt? Maar mm -hmm. dat heb je niet door, want dat is een heel onbewust proces. Mm -hmm. Als je dan probeert te visualiseren, dan krijg je er een probleem bij. Het eerste wat er ja, met knippende vingers je bent bij is. Je aan het is, visualiseren. Ja. Je probeert met je verstand dat te doen. Maar je hele brein gaat dat niet accepteren, want dat krijg je ook niet voor elkaar. Die controle krijg je niet. Exact. Je krijgt die controle niet. Je kunt met je verstand namelijk je onbewuste niet, niet, niet triggeren. Je hebt met je verstand op je onbewuste nauwelijks of geen invloed. Ja. En dat is dat visualiseren waar ik zoveel problemen mee heb. Mensen zeggen wel eens ook, zodra een therapeut, bijvoorbeeld een therapeut, zegt: Ga maar eens even visualiseren. Weet ik al dat het geen enkele kans van slagen heeft. Mm -hmm. Omdat visualiseren is. Als die therapeut zou zeggen: van, joh, Denk eens even daar en daar aan. En die stelt er dan wat vragen over. Dan kun je het aanzetten. Ja. Vraag je aan iemand: uh, ja, Vertel eens even waar woon je. Beschrijf je huis eens. Ja, en dat kan, iemand dat kan iemand dat wel beschrijven. Ja. Hm? Maar heeft iemand een probleem? Een bepaalde angst voor iets? En die gaat dus om over die angst heen te komen. Visualiseren dat het goed gaat. Daar peet je brein totaal geen ja. raad mee. En dan, ben je, dan, dan, dan probeer je met je verstand uiteindelijk de baas te spelen. Over een onbewust visueel programma. En daar heb je namelijk ja. met je totaal niks over te vertellen. Dus als visualiseren gerelateerd is aan angst, is mijn advies, doe het nooit. Ja, doe ja, ja. alsjeblieft niet. Als je zelf voor, voor je gaat zien dat je aan het verdrinken bent, dan ben je alleen maar aan het praten ja. over. Er, ja, en je probeert dan voor je te zien, te visualiseren dat je niet verdrinkt. Dus ja. Dat je kunt zwemmen. <laughs> maar je bent zonder dat je beseft, dan aan het verzuim. Ja. als je begrijpt wat ik wil zeggen. Ons brein weet daar geen raad mee. Ons verstand werkt vijftig keer trager dan dat hele visuele systeem. Mm -hmm. En dat verstand dat kan daar gewoon niet mee communiceren. Je onderbewusten maakt foutjes. En als je daar met je verstand mee probeert te communiceren... door je verstand opdracht te geven om iets te visualiseren... zegt je brein, zo de erop, man. Ja. Ga weg. Die is al lang bezig met wat anders. Ja, <laughs> dat lukt niet. Met het onbewuste. Met dus de, de gegronde angst. En of we de... weten allemaal zo duidelijk. Hè? Ik bedoel, er zijn vandaag de dag genoeg mensen... die accepteren dat een probleem heel visueel is. En dat in dat hele visuele systeem... dat daar aardig wat veranderingen nodig zijn... En, 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 en mensen doen maar wat. Hoeveel coaches zijn er maar niet. Die, of, of, of therapeuten die zeggen visualiseren ze, ze even dat het goed gaat. Ja. Visualiseren ze even dat je het wel kunt. Maar als je het niet kunt omdat je er bang voor bent. En je gaat het visualiseren. Dan wordt het probleem erg. Ja, dan, omdat, dan ben je een beeld aan het vormen van het probleem wat je hebt. Ja, van, en dat herinner je. je dat zet zich weer in je onderbewust in dat vast. Plaats, ja, klopt. Ja. Je bent eigenlijk, eigenlijk het probleem zelf ben je aan het versterken. Zonder ja. dat je er regen hebt. En deze mensen bedoelen dat allemaal heel erg goed maar, maar, maar zo werkt ons brein niet. Ja. Ons, dus Er is een verschil tussen visualiseren en visualiseren. Max Verstappen zo zou ik zeggen, visualiseer. Een, 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 ja, een balletdanser zoals jij, visualiseer. Waardoor je, je oefeningen beter kunt doen. Want daar heb je geen angst voor. Maar als je een bepaalde angst hebt en je probeert te visualiseren ja. dat je die angst niet hebt, wordt het probleem groter. Mm. En mijn mind-tuning-methode is een heel visuele methode. En dat, dat weet intussen ook wel iedereen. Omdat daar in dat hele visuele systeem is heel wat te winnen. Omdat ja, dat, dat visuele systeem van ons dat is, dat is ja, zo'n zo zo enorm harde schijf is. Ja. Daar kan geen computer tegenop. Daar, 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 daar kun je zoveel informatie op kwijt. Maar het wordt, daar worden ook heel veel foutjes gemaakt. En foutjes heb je er eenmaal zelf niet door. En je kunt er eenmaal zelf niet communiceren met je onderbewuste. Dat gaat niet. Dat mogen we accepteren. Mensen hebben er moeite mee. Maar het gaat niet. We mogen dat accepteren. Dat je er zelf heel weinig invloed op hebt. Ja. En als je dat accepteert. Nou ja. Dan kun je niemand vragen. Die, dat een ander jouw verstand speelt. En dat een ander daar wel invloed op heeft. Ja. En, uh, <tossimus> nou ja, en wat we hier doen, dat is niks anders dan spelen met dat hele systeem. En we laten je dingen doen, we laten mensen je dingen doen. Die er uiteindelijk voor gaat zorgen dat het visuele systeem beter het werk gaat doen. Maar ik heb er nooit aan iemand gevraagd. Nooit aan iemand, zolang ik dit werk doe, mm -hmm. van. Visualiseer eens even dat je, visualiseer eens even je probleem en visualiseer nu eens even dat het goed gaat. Nooit en ik zal het ook nooit van mijn leven doen, hmm. omdat ik weet dat ik een probleem eerder aanzet dan ja. uitzet. Die mensen gaan alle mogelijkheden langs van wat er allemaal wel, wat er allemaal fout kan gaan. Nou, dat, dat gaat dat, onbewust. Dat, dat, ja, dat, ja, maar gaat, dat, dat zit nu dus vast. Dat, dat zit gaat dan onbewust vast. En je gaat dat vastzetten. Ja. ja. En dan, en dan, en dan wat ik tegenwoordig hoor, wat ik tegenwoordig hoor, dat is, en zeker ook wanneer ik een seminar geef, of een videootje opneem, of uh, um, op Facebook wat uh, plaats of wat dan ook, er zijn de mensen. Oh, wacht, ja, oh, dat is dat, 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 dat is die en die methode, en dan heeft het weer een andere naam. Ja. Ik hoor al, uh, ik heb af en toe gehoord EMDR, <laughs> ik heb af en toe gehoord NLP, ik heb, ja, het zal allemaal wel, maar. Um, ja, ik heb nog nooit een EMDR-cursus gehad. Ik heb nog nooit een NLP-cursus gehad. Vroeger kon ik hypnotiseren. Maar ik heb nog nooit in mijn leven een, 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 een hypnose-cursus gehad. Snap je? Mm -hmm. En die doet er ook niks mee. Om te van de dode de eenvoudige reden dat ik weet dat het sneller kan dan alleen maar met ja. hypnose. Als ik hypnose toepas, dan doe ik het. En, uh, en, en, en voor hoe lang? Voor, is dat voor een halve dag, voor een dag, voor twee dagen, voor drie ja. dagen? En als ik geen hypnose en mindfulness toepas... Dan is dat voor, mogelijk voor altijd. Omdat hoe werkt ons brein? Daar worden kleine foutjes gemaakt. Je hebt dat zelfs niet door. Het brein heeft een neiging om de weg van de minste weerstand te volgen. Ja. Dus het doet datgene wat het makkelijkst is. Zolang het een fout maakt, ja, blijft het die fout maken, ja. totdat het iets anders ervaart, wat heel veel beter voelt, en zodra het iets anders ervaart wat heel veel beter voelt, dan heeft het brein de neiging om daarop te gaan overstappen. Mm -hmm. En dan verandert, uit, dan verandert er uiteindelijk iets in je visuele beleving. En als we dat op de goede manier doen, dan gaat dat beklijven. Mits, en nu komt-ie, mits mensen ook alle gereedschappen die ze meekrijgen gaan toepassen. Want als je de rest van je leven op dezelfde manier blijft denken als wat je deed, dan gaat het vanzelf vervouwd. Van als je op de, de rest van je leven blijft kijken zoals je dat voor die tijd deed, dan gaat het uiteindelijk weer een keer fout. En zo zijn er weer een aantal meer dingen. Dus gereedschappen toepassen en dan, en dan, en dan, en dan gaat dat beklijven. En dan is, ja, dan is de kans erg groot dat het de rest van je leven ook uh, blijft hangen. Het is moeilijk om, uh, om zeker als je zo'n probleem hebt. Ik kan een voorbeeld geven met, uh, met ballet: er is een sprong die ik in elke show wel eens moet doen, dat is een toer Je springt omhoog, draait twee keer en je landt weer. In de sprong. In de sprong, twee keer. Dus twee Had keer naar voren kijken. Ja, nou, ja. ja, ja. Er zijn dus uh, dagen en soms wel eens weken geweest dat ik het ineens niet meer kon. Ja. En dat ik kwaad op mezelf ben. Waarom, waarom lukt het nou niet? We vragen, hè, de vraag, hè, weer waarom? Waarom lukt het me niet? Precies. Ja, ja. Je, gaat, je gaat jezelf in de weg zitten. Ik denk, gisteren heb ik het 17 keer gedaan. Ja. En nu vandaag gaat het één keer fout. En het zit ineens in mijn brein. Ja. Ineens... En ga, Al, kan je ik visualiseren, maar... ga je visualiseren dat het goed gaat. Dan visualiseer je automatisch dat het toch voor fout gaat. En dat werkt niet. Op dat ja. moment helpt visualiseren niet. Wat, weg, wat, wat wel helpt is loslaten. Ja. En het gewoon weer opnieuw doen. Of daar eventjes wat hulp bij zoeken. Want als je bij mij zou komen met dit probleem. Mm -hmm. Het lukt me ineens niet. Zien, maar gisteren kon ik het wel. Zet ik ja. je brein weer aan. Ik ga ervoor zorgen dat je dat. Ik ga eventjes jouw verstand spelen. Want mm -hmm. ik kan wel communiceren met je, on, met je onderbewuste. Zelf kun je dat niet. Mm -hmm. En dan kan ik de zaak weer aanzetten. En ja, en die zijn meer trainers, meer coaches die de zaak aan kunnen zetten bij jou. Dus ik ben gelukkig niet wat mm -hmm. de enige. Maar begrijp je wat ik wil zeggen? Ja, ja. Zo nou, ik, ik kan je vertellen: het, het is voor mij heel erg. Uh, ik, je komt erachter uiteindelijk. Als je een dag hebt van. Ik zit niet zo lekker in mijn vel, het gaat niet zo goed. Mijn lichaam, ik voel me niet. Uh, mm. Ik ga gewoon lekker een beetje even fit doen. En morgen ga ik wel mijn best doen. Mm -hmm. Beste dag van dansen ooit. Omdat er zit geen stress. Exact, ik ga niet zitten nadenken over allemaal dingen. Oh, nu moet ik precies. Ja, exact. Want de techniek heb ik al. Mm. Ik hoef het alleen toe te passen. Klopt. En te doen wat ik al jaren doe. Klopt. Maar als ik dan ineens ga opletten, Oh, wat doe ik nou fout? Misschien moet ik mijn rug zo. Nou, dan later. Dan lig ik op de grond. Ja, ja. Dus visualiseren heeft uh, zin op nodig. het moment wanneer je geen angst hebt en op het moment wanneer je een prestatie beter wilt neerzetten. Maar op het moment wanneer je gaat visualiseren om weg te komen van je angst, om weg te komen van je burn-out, om weg te komen van je stotter, om weg te komen van je spreekangst, dan maak je het probleem in de regel erger. Vandaar dat ik nooit en tenminste zou vragen aan de mensen: eh, ga eens even visualiseren. Oh ja, trouwens nog iets. Mm -hmm. Nog iets wat ik nooit aan mensen vraag. Ik vraag mensen nooit: ik ga eens even lekker ontspannen zitten. Heb ik er nooit gevraagd? En weet je waarom niet? <laughs> hoe moeten die mensen dat doen ja, dan? Als ik aan mensen ga vragen: ga eens even ontspannen zitten. Ben je er heel dan erg bewust deze, van hoe je een zit? Hele inspanning. Ja, ja. ja En dan gaan ze gespannen zitten. Wat is, de, wat is de grap ook weer de truc? Ja. Tegen iemand zeggen van: um, je bent nu um, bewust aan het ademhalen. Dan denk je ja. ze ineens over een ademhaling. Ja, Iets ja. wat heel automatisch precies, gaat. Precies. Ineens ga je ja, erover nadenken. Ja. Is dat het nooit tegen iemand zeggen: van: well, let eens even op je ademhaling. Let op je ademhaling. Nog nooit. Ik doe mijn hele kom leven. Op doe ik het al? Waarom is het nu ineens moeilijk? Ja, ja. kom op zeg. Ja. Het is de waanzin ten top. Mm. Let op. Ja, ja jij ademt niet goed. Nog zoiets. Jij ademt niet goed. Hoe kunnen mensen het bedenken? Je ademt niet goed. Ieder mens ademt net even wat anders. Ik heb mensen. En, en, en die hebben overdag een vrij hoge ademhaling. Mm -hmm. Waarvan zogenaamde kenners zeggen: van, Ja, maar dat is niet goed, hè, want je moet door je buik ademen. Ja, ja. Hebben dus overdag een hoge ademhaling. Maar s'nachts een hele diepe ademhaling. Zijn voor de duur van die bank, kunnen alles, presteren. Zijn, ja. hebben, leveren iedere dag een topprestatie. En weer andere mensen. Ik heb uh, iemand in mijn familie, gaan die zeggen wie? Want mm -hmm. dan zou, zou ik de persoon tekort doen. En uh, maar iemand in mijn familie, die heeft een hele diepe ademhaling. Nou, dieper kan die haast niet. Mm. Dat kan nou echt. Die heeft nog nooit in zijn leven gewerkt. Die is altijd maar, die is aan het mediteren en die is uh, aan het filosoferen en die is op zoek naar mm. zichzelf. En uh, nog steeds op zoek naar een goeroe, denk ik, weet je dat. Ja. En, 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 maar een ademhaling van hier. Maar zo ontzettend veel problemen. Ja. En, uh, ja, ademhaling, er bestaat niet de, 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 de juiste ademhaling. En als het er dan toch om gaat, hoe minder lucht je hapt, hoe, hoe minder adem mm -hmm. dat, je, dat je binnenkrijgt, te beter dat je kunt, uh, kunt presteren. Hmm. Als, mensen, als mensen spreekangst hebben, bijvoorbeeld, of, of ze willen spreken in het openbaar en ze beginnen met een diepe ademhaling, dan gaat het vanzelf fout. Ja. En uh, je hebt namelijk zo weinig lucht nodig om makkelijk te kunnen spreken. Je gaat het jezelf moeilijker maken. Ah, echt. Want, je, je kan, ja. want als je niet voor een, uh, een groep mensen staat, ja. dan kan je toch ook gewoon een normaal gesprek voeren? Ja, precies. Dus die ademhaling gaat het niet om. Nee, daar, daar heeft daar helemaal niks ja, mee te maken. Tenzij je iets heel anders met je ademhaling gaat doen. Maar dan, dan is dat het probleem. Ja, ja. ja dan hebben we het, het ineens ja. over ademhaling. Terwijl het ging over het visualiseren. en Visualiseren, dat, dat, is, visualiseren, dat mogen we gaan afleren. Evengoed als dus dat we ja, let op je ademhaling mogen gaan afleren. Maar visualiseren, visualiseren is zinvol. Alleen, het is niet zinvol om van een probleem weg te komen. Of om een probleem mee op te lossen. Een probleem ja. los je zelf, let op, zelf niet op met visualiseren. Mm. Uitzonderingen dagen later zijn altijd wel mensen die zeggen. Ja, ik heb gevisualiseerd, dat heeft mijn probleem opgelost. Die uitzonderingen, dat zijn altijd uitzonderingen. Maar het is, het zou, het is niet de weg. Ja. Het is, ik, zou, ik pas er niet van noord toe. Ik vraag aan mensen noord om iets te visualiseren. Maar ik zet wel het brein aan. Mm -hmm. Ik ga er wel voor zorgen dat mensen wel degelijk iets voor zich zien. Ik ga er wel voor zorgen dat mensen wel degelijk in, 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 in dat systeem komen waar die foutjes worden gemaakt. Ja. En ik help mensen ook wel degelijk om daar wat in te veranderen. Maar het woordje visualiseren heb ik nu nooit, nog nooit, nog nooit in mijn leven gebruikt. Om, 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 om een probleem op te lossen. Los. Nee. Ja. Nee. Dat wil ik even kwijt. En ja, ik bedank jullie allemaal ontzettend voor het luisteren. En ik laat Robin nog eventjes um, iets in het Engels afsluiten. All right, here we go. Well, thank you all for listening once again. Um, I hope you learned something. I hope you thought it was a, a valuable lesson and uh, found it interesting. And we would love to have you back on the next podcast. Oké, okay, dankjewel. En tot de volgende keer. Ciao.